Welkom bij SGS Search. 22 jaar geleden is Search hier begonnen in Heeswijk-Dintig als asbestlaboratorium. En nu, 22 jaar later, zijn we een bedrijf met 300 professionals, werkzaam in de vastgoedsector en werken we als dienstverlener in veel andere sectoren. Vandaag mag ik jullie meenemen in het verhaal van dit bedrijf. Maar dat doe ik niet zelf. Dat doe ik met drie van onze talenten. Sander de Beer, Suzanne Koster en Bas Mulders. Met de marketingafdeling van SGS Search werken we aan het profileren van SGS Search op drie thema's. Asbest, vastgoed en duurzaamheid. Dat doen we op verschillende niveaus. Dus meer op strategisch niveau zorgen we voor grote evenementen en publicaties. Echt gericht op kennisdeling. Op wat meer operationeel niveau zorgen we voor leadgeneratie. Dit doen we allemaal heel nauw in samenwerking met onze commerciële collega's. Zij kennen natuurlijk de inhoud het beste. Zij staan heel dicht op de markt. En weten precies wat er allemaal leeft bij onze doelgroepen. En wij brengen daar onze marketingkennis in. En dat is een hele goede formule. Door het bundelen van de krachten tussen SGS en SGS Search zijn we in staat om de klant nog beter te kunnen benaderen en nog meer een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor onze klanten. Wanneer je aan onze klanten denkt, dan moet je aan de doelgroepen milieu, bodem, asbest, duurzaamheid, veiligheid, etc. moet je dan aan denken. Dus heel divers. Goede voorbeelden van het bundelen van krachten tussen SGS en SGS Search zijn Intron en Alstom. Dankzij de goede contacten tussen SGS en Alstom mag SGS Search momenteel Alstom wereldwijd ondersteunen tijdens de praktische aanpak van asbestvraagstukken. Momenteel zitten we daarvoor in Canada, Letland en Ivoorkust. We zijn heel trots op het bedrijf. We hebben in de laatste 20 tot 25 jaar gewerkt aan dit bedrijf met veel ondernemerschap, veel lef, creativiteit, oplossingsgerichtheid en dienstverlenende houding. Dat is echt wat ons kenmerkt in de markt. Met de overname van SGS hopen we dat we onze krachten nog verder kunnen gaan bundelen. We zien de eerste resultaten nu in de praktijk al, niet alleen commercieel, maar ook organisatorisch. Op het gebied van ICT, facilitaire diensten, waar nu mooie resultaten behaald worden. We kijken met veel positiviteit en ondernemerschap de toekomst in.